Het kabinet komt eind volgende week met een antwoord op de harde conclusies van stikstofvermiddelaar Johan Remkes. Volgens hem werden verantwoordelijkheden afgeschoven, voerden ze veel te lang een zwabberbeleid en heeft de politiek angstaanjagend weinig oog gehad voor boeren in de knel. We gaan naar onze verslaggever Esther Hendricks. Zij is in Friesland bij een boer voor de stal. Goedemorgen, Esther. Ja, goedemorgen. We hebben net de koeien gemolken, de kalveren gevoerd en nu is het tijd voor ons eigen ontbijt. Op de sokken natuurlijk. Hopen dat de hond buiten blijft. Want ze zijn op de boerderij van de familie Elshoff. Zij zitten dichtbij een Natura 2000 gebied. En nu dus tijd om eventjes te ontbijten. De dag nadat het rapport van Remkes is gepresenteerd. Hoe zitten jullie hier dan aan het ontbijt? Ja, nou, we laten het allemaal een beetje bezakken. Hè. Dus er is toch wel veel gezegd. Remkes heeft ook wel weer wat hoop gegeven, zeg maar. Hè. Dus ook het respect voor de boeren. En het vertrouwen moet weer teruggewonnen worden, zeg maar. Maar ja, er zijn ook wel dingen waarvan we zeggen van, nou, dat is wel spannend. Hè? Dus hoe gaat het straks met de opkoop van 600 boeren? En hoe komt het met die sanering van die gebieden? Ja, de toon was goed, hè? Was begripvol richting de boeren. Maar de inhoud, ja, dat is nog toch een voorzichtig perspectief. Waar kijkt u dan nog met die zorgen naar? Ja, nou, we kijken natuurlijk wel naar, we zitten zelf ook niet zo ver van het Natura 2000 gebied af. Van wat betekent straks die zonering voor ons? Hè? Wat mogen wij nog doen en wat mogen we misschien niet meer? Kunnen we hier nog blijven? Zijn we misschien ook een van die piekbelasters? Of niet? Hè? Dus dat is allemaal nog onzeker. En zo zitten ook heel veel boeren, andere boeren in onzekerheid. Ja, zo zitten ook andere boeren vandaag aan het ontbijt. Ik schuif even een plekje op. Want de zoon, ja. Henry, hoe oud ben jij? Ik ben 21. Kijk, 21, woon nog thuis op het bedrijf. Je studeert ook, hè? Ja. En jij wilt het bedrijf graag overnemen. Ja. Is dit nou het voorzichtige perspectief waar jij op gehoopt had? Ja, er is wel perspectief gebracht, maar nog niks hardop gezegd. En dat blijft nogal onzeker voor mij als overnemer. En ja, zolang er nog geen handtekening onder staat, is er nog geen duidelijk perspectief voor mij. Het heeft dan ook weer een beetje met dat vertrouwen te maken, hè? Ja. Want de aankomende dagen gaan de 15 oktober uit mijn hoofd gaan de ministers het hier ook over hebben. Wat hoop jij dat zij bespreken? Ik hoop dat ze de boeren ruimte geven om te innoveren. En ook om gewoon te kunnen boeren op de manier zoals je zelf wil. Dat je gewoon kan boeren op je eigen manier eigenlijk. Ja, binnen de kaders die er zijn. Ja, eerst ontbijten en zometeen gaan wij nog naar de buurman. Die zit dus ook dicht bij een Natura 2000 gebied. En daar zijn dus ook nog best wel wat zorgen aanwezig. Maar het werk op de boerderij gaat gewoon door, dus daar gaan we de koeien naar buiten laten. Dankjewel, Esther. Ja. De koeien naar buiten, ja, dat moet natuurlijk ook gewoon allemaal gebeuren, want het werk gaat altijd door. Het lijkt me ook heel heftig als je dan aan de ene kant dit soort verhalen hoort en ondertussen je bedrijf de hele tijd gewoon draaiende moet houden, terwijl je misschien het liefst even gewoon zou willen gaan zitten en nadenken van, nou, wat moet ik hier nou mee? Herkent u wat hier aan de keukentafel besproken wordt? Ja, ik herken wel dat je het moet laten bezinken. Dat je wel even de tijd moet nemen, dat moeten eigenlijk alle boeren doen. Even neem de tijd, lees het stuk. Ik heb het gisteren bijna helemaal gelezen, maar lees het stuk, neem het tot je en ga dan de balans opmaken. En je hoopt dat er gewoon de onrust bij de boeren weggaat, maar het gaat wel boeren raken. Ik ga wel collega's verliezen op die manier en dat is wel heel heftig, hè? Dus ik hoop dat het kabinet dat wel inziet, van er gaat wel iets met die mensen gebeuren. Maar het kabinet zegt, het is één, of tenminste het kabinet zegt, Remkes zegt nu in zijn aanbevelingen, het is 1%. 500 à 600 klinkt als heel veel, maar het gaat nog om 1% van de agrarische bedrijven. Ja, maar die 1% zijn wel mensen met bedrijven en gezinnen. En die raak je allemaal. En daarom, hij heeft ook duidelijk bij een van zijn 28 punten de menselijke maat genoemd. Ga met die mensen in gesprek. Ga vragen, wat wil je? Wil je innoveren? Wil je elders gaan beginnen? Of wil je liever stoppen? Geef ze die keuze. En ga dan op vrijwillige basis aan de slag. En ik denk dat je er dan samen wel uitkomt. Je komt er alleen maar samen uit door samen te communiceren. Niet door te polariseren. En hier aan tafel net, hè, aan de keukentafel, daar hoorden we zoon Henry ook zeggen van, hè, ik zou wel wat meer perspectief willen, wat meer duidelijkheid. En hij hoopt heel erg dat het dan uiteindelijk gaat komen op 14 oktober. Denkt u dat ook, meneer Van Kampen, dat er uiteindelijk gewoon zo'n duidelijk verhaal komt dat de boeren weten, oké, hiermee kunnen wij verder? Kijk, ieder boerenbedrijf verschilt. Dat is niet anders met een ander bedrijf in de gemiddelde winkelstraat. Iedere onderneming is anders. En ik leg veel bedrijfsbezoeken af. En ieder ondernemer doet het weer op zijn andere manier. Dat is het gave aan ondernemerschap. Dus
Ik denk niet dat we kunnen zeggen, dat gewoon heel eerlijk, dat er volgende week vrijdag voor ieder individueel boerenbedrijf een verhaal ligt waar ondernemers van zeggen, oké, dit wordt het voor mij de komende 10, 20 jaar. Maar wat ik vooral heel belangrijk vind, en daar heeft Remkes ook op gewezen, is dat ondernemers decennia lang een overheid met zwalkend beleid hebben gezien. Dat gaat niet alleen over het stikstofkaartje, dat is van tafel, dat is goed. Maar dat gaat niet alleen over het stikstofkaartje, dat gaat ook over jaren terug. Hè. Melkveehouders die op een gegeven moment te maken kregen met dat melkquotum wat er afging, waardoor ze dachten, bevrijdingsdag, we mogen produceren. Want dat is hoe op dit moment ondernemers brood op de plank krijgen, meer productie. En uiteindelijk zei die overheid een paar jaar later, oh wacht even, we lopen toch tegen alle milieunormen aan. Uw partij zit al een tijd in de coalitie, zeker? Rekent u zich dat zelf ook aan? Ja, dat reken ik me aan. En ik denk dat alle partijen die sinds de jaren 70, 80 bij hebben gedragen aan de landbouwsysteem zoals we dat nu hebben, zichzelf daarop ook in de spiegel moeten kijken. En ik doe dat voor mijn partij. Juist om ervoor te zorgen, want daar moeten we naartoe, dat er perspectief komt voor die agrarische sector, waar we zo trots op zijn in Nederland. Ja, en we hebben nu ook een nieuwe landbouwminister, hè? Meneer Adema van de ChristenUnie. Mevrouw Thijssen, denkt u dat hij degene is die er uiteindelijk voor gaat zorgen dat het vertrouwen hersteld zal worden? Nou, hoe ik meneer Adema ken, is dat hij in ieder geval heel empathisch is en veel inlevingsvermogen heeft. Ik denk dat dat heel erg nodig is op dit moment ook. Verstandig mens. En ik denk dat meneer Remkes met het advies van gisteren ook, omdat hij en goed een afweging heeft gemaakt tussen alle belangen en ook daarin de juridische werkelijkheid die helaas is zoals die is ook in heeft gebracht, dat daarmee met dat toch doordachte advies van Remkes, dat onze nieuwe minister Adema heel goed van start kan. Dus ik denk dat alles wel klaar ligt om het nu goed te doen. Ja, want minister Adema die heeft gisteren zelf ook al even gereageerd. Stak ook eigenlijk direct soort van hand in eigen boezem en zei van, nou, er is het een en ander misgegaan de afgelopen tijd en ik ben echt van plan om dat anders te gaan doen. Denkt u dat dat inderdaad gaat gebeuren? Wat hoort u zoal ook om u heen van andere boeren? Hebben ze vertrouwen in meneer Adema? Oeh, daar heb ik het nog niet echt met veel boeren over gehad. Maar ik hoop gewoon dat hij inderdaad de klus klaar krijgt. Kijk, hij is net begonnen en hij krijgt dit rapport van Remkes meteen in zijn schoot geworpen. Ja, en hij zal aan de slag moeten. En er moet gewoon vertrouwen teruggewonnen worden bij de boeren. En daar zal hij wel inderdaad hard voor aan de slag moeten. En hij moest de zeepkist op, hè? Dus land in bij de boeren op het erf. Nou, ik zou zeggen veel succes, meneer Adema. Precies, hoe zijn planning er de komende dagen uitziet. Ja, zo meteen praten.